Die misschien wel al een keer gezien hebben of kennen, maar ik ga nog, toch nog een keer kort um, zeggen wie dat ik ben. Mijn naam is Elke De Bree, ik ben uh, kleuteronderwijsres van opleiding en um, sinds dit jaar pedagogisch ICT-coördinator voor een scholengemeenschap um, aan de kust. Je kan dat ook een beetje horen aan mijn tongval. Um, als ik enthousiast word, dan word ik ook meer West-Vlaams. Dus opeens, als je mij echt niet meer begrijpt, mag je mij eventjes stoppen en toe roepen. <laughs> maar meestal, ik heb nog geen klachten gekregen, dus um, ik denk dat het mij valt. Um, ja, dus eigenlijk al de dingen dat ik vandaag toon aan jullie. Um, ja, het is een korte demo vooral. Het um, gaan korte demo's zijn, dus niet volledige uitleg over hoe je iets moet gaan doen. Mm -hmm. Maar het zijn allemaal dingen dat ik wel zelf in de klas gebruikt heb en waar ik dus zelf heel erg enthousiast over ben. Dus uh, van al de dingen dat ik toon, uh, ik heb geen patent of zo op iets of geen aandelen in iets. Dus uh, het is gewoon omdat ik het interessant vind dat ik het graag wil delen met jullie. Goed, ik ga eventjes mijn scherm delen. Als alles goed gaat, zouden jullie nu moeten um, ja, een soort klaslokaal zien, waar ik gezegd de deur open doe. Um, Mocht het niet zo zijn, uh, roep mij eventjes, dan keer ik eventjes terug op mijn stappen. Ja, goed, dus iPad in de kleuterklas um, is iets dat ja, heel handig is, maar nog steeds ja, um, niet zo superveel materiaal rond te vinden. Ik heb een paar opleidingen gevolgd, waaronder Media Coach, um, Apple Distinguished Educator en zo. En ik merkte wel dat ik als kleuterleider ik ik altijd heel hard moest gaan vertalen naar, um, ja, naar het kleuteronderwijs. Ik kreeg ongelooflijk goede tips, heel veel leuke ideeën, maar ja, altijd net iets te moeilijk voor het kleuteronderwijs. Dus toen ging ik eigenlijk zelf een beetje op zoek wat er handig was. En dan ben ik eigenlijk op drie principes gekomen voor het kleuteronderwijs. Ja, het is leuk dat je apps vindt voor alle kleuters, want we mogen um, het draaien of keren zoals dat we willen. Uh, de jongste kleuters zijn nog altijd een heel moeilijke doelgroep. Um, ik ga dat niet ontkennen. Ik ga ook niet zeggen dat ik volledig de oplossing daarvoor gevonden heb. Maar ik doe wel mijn best. Dus um, ik hoop dat ik toch een paar dingen ga kunnen aanrekenen, ook voor de jongste. Uh, ja, moet natuurlijk voldoen aan de 21e eeuwse vaardigheden. Um, Natuurlijk, we zijn al op een tablet bezig, dus meestal ja, kom je daar al een stukje aan tegemoet. Maar um, dan zitten we ook altijd een beetje met het probleem dat heel veel ouders nu zeggen: Oh ja, en ze zitten thuis al heel veel op een tablet. Zeker na de, de lockdowns die we gehad hebben, denk ik dat schermtijd een principe is die in de meeste huishoudens gekelderd is. Um, hier was dat ook zo, dus dat is zeker geen, uh, geen oordeel. Maar ik begrijp um, die reactie wel van ouders. En daarom moeten we maken dat we net voor kleuters ja, iets anders gaan doen. En dat we in de kleuterklas ja, apps gaan aanbieden die net een beetje meer, meer waarde hebben dan YouTube-filmpjes kijken zoals we thuis heel dikwijls doen. En multifunctioneel vind ik ook een hele belangrijke, want ik merk heel dikwijls mijn collega's... Um, ze zijn heel gemotiveerd en heel uh, ambitieus als het over de iPad gaat. En eigenlijk over heel veel verschillende dingen. Maar wat gebeurt er? Ze hebben een nieuw thema. En ik denk dat dat een beetje de aard van het beestje is bij of onderwijzers. Want er waren hier ook redelijk wat mannen aanwezig. <coughs> um, en we gaan een keer kijken welke apps dat we daarvoor kunnen gebruiken. En dat vind ik soms wat ongemakkelijk. Um, voor de simpele reden dat er... Uh, ja, als je kijkt in de App Store, vind je ongelooflijk veel apps. En er, zit, er zitten een paar hele goede tussen, dat ga ik niet ontkennen. Maar er zitten ook gewoon heel veel dingen tussen die niet ja, super zijn. Um, dus daarmee zoek ik ook heel dikwijls naar apps die ja, een beetje multifunctioneel zijn en die we voor verschillende dingen kunnen gaan inzetten. En dan ben ik allereerst een beetje op een paar Apple Apps gekomen die um, standaard op het toestel staan. En die dikwijls heel erg onderschat worden, wat ze allemaal kunnen. Um, zoals de camera-app kun je zeker in het kluteronderwijs heel veel dingen mee doen. De foto-app net hetzelfde. De twee dingen die eronder staan, ga ik straks uh, zeker ook nog toelichten. Maar um, zeker de camera-app is iets dat heel stiefmoederlijk behandeld wordt, want iedereen kent het wel. Maar het heeft heel veel mogelijkheden. Als je hem gewoon een keer open doet, um, ja... Kan je de kleuters al foto's laten nemen? Wij werken altijd met hoesen die heel stevig zijn. Als je um, kleuterhoes, iPad intikt, dan kom je op uh, ja, van die rubberen met twee handvaten. En dat zijn eigenlijk hele goede voor kleuters. Ook als die op een scherm vallen of zo, um, er zit een randje aan de zijkant waardoor dat ze niet direct kapot gaan. Dus ik laat eigenlijk kleuters heel dikwijls zelf fotograferen met de iPad. Uh, wat is er heel handig aan? Gewoon al foto's nemen en foto's bekijken met kleuters, dat wil zeggen dat ze heel dikwijls, um, ja, dat je kunt terugblikken. Kleuters die zwak of anderstalig zijn, als je gewoon aan die kleuters vraagt bij een terugblikmoment, wat heb je gedaan vandaag, dan krijg je ja, heel weinig antwoord of heel weinig respons daarop. Omdat ten eerste, het is al heel moeilijk om te antwoorden wat je in een volledige dag gedaan hebt, want die dag voor kleuters duurt heel erg lang. Um, en dan heb je ook nog het probleem dat ze misschien ja, de taal niet helemaal machtig zijn of nog niet machtig genoeg om daar eigenlijk een duidelijk antwoord op te geven. Als je daar foto's gaat gaan gebruiken, dan maak je het een stuk makkelijker. Bijvoorbeeld, stel je nu voor dat je hier aan, aan de kleuter links vraagt, die aan het puzzelen is: wat was je daaraan toen? Het, het antwoord daarop is al veel concreter en veel makkelijker um, om je aan de slag te gaan, om voor dat kind om te antwoorden, dan dat je gewoon vraagt: wat heb je vandaag gedaan? is het pak makkelijker. Goed, maar dat is niet het enige voordeel aan de camera app, maar je kan er ook nog een paar andere dingen mee doen. Um, zo heb je verschillende fotofuncties die heel erg leuk zijn. De bovenste heet een panoramashot. En kan je eigenlijk doen met je iPad, er staat iemand zijn micro aan. En ik denk dat hij koffie aan het zetten is. Wilt hij een keer zijn micro uitoen alsjeblieft? Goed, dank u. Eh... Hey, um, dit is een panorama-shot, heel leuk voor mijn kleuters. heeft ook een keer een ander beeld. Ik ga dat eventjes open doen om te demonstreren. En wat is er daar leuk aan? Dat is het leukste spel dat je kan spelen met de camera-app, met kleuters. Hap, je steekt panorama-shot aan, dat vind je hier in het scrollmenu. Je drukt op de opname-toets. Je laat hem zo voorbij gaan. En op het moment dat je eigenlijk kleuters gepasseerd bent. Um, en dat die uit je scherm zijn, dan kunnen die rond je omlopen en naar iets anders gaan staan. En dan staan ze twee keer op de foto. Kleuters vinden dat ongelooflijk leuk. Kinderen in het algemeen. Want dat is een voorbeeldje dat ik ook um, getoond heb bij het lager onderwijs. Die vinden dat gewoon heel plezant. Die hieronder um, is een bewegingsfoto. Dit is nu van een mevrouw die met linten aan het zwaaien is. Maar ik denk dat jullie ook weten: als je een foto neemt van iets dat aan het bewegen is, dat het heel moeilijk is om zo'n shot te krijgen. Um, ik denk dat iedereen al een keer geprobeerd heeft om een foto te nemen van mensen die aan het springen zijn, van kinderen die aan het springen zijn. En dan mislukt 9 van de 10 keer. Als je hier de fotoburst gebruikt in de camera-app, dan heb je dat probleem niet. En dat is heel simpel. Je neemt eigenlijk gewoon je opnameknop. Hij blijft erop drukken en dan maak je heel veel foto's en dan kan je achteraf de gewenste foto selecteren. En er gaat altijd een tussen zitten die nou wel gelukt is. Dus allemaal gewoon met de camera-app die we soms nog niet vaak genoeg gebruiken. Dan heb je ook slow-motion. Het kan heel handig zijn om kleuters een keer eventjes in beeld te brengen bij een complexere bewegingsoefening, bijvoorbeeld. Of gewoon ja, als ze iets aan het doen zijn of ze springen ook. Kleuters zien zij zelf heel graag bezig. In slow-motion is dat een keer een extra dimensie of een extra effectje dat heel leuk is om te doen. En dan heb je ook uh, de timelapse. En eigenlijk op die manier ga je een langer proces in beeld brengen. Om de zoveel tijd gaat je, um, gaat je toestel eigenlijk een foto maken en daar maakt hij uiteindelijk een filmpje van. Kan hier perfect gebruikt worden om een keer het klasleven te demonstreren. Hier bij dat jongetje is dat nu wat hij aan het tekenen is. Um, kan ook om een proces die langer duurt in beeld te brengen. Um, bijvoorbeeld een bloem die open gaat of zo. Um, kan je op die manier. Je zet je iPad ergens stevig. Je zet er iets voor dat um, ja, een langere tijd nodig heeft om in beeld te brengen. Je steekt je fotoburst aan. En eigenlijk. Um, een fotoburst, timelapse, sorry. Um, en eigenlijk op een hele handige manier heb je een filmpje gemaakt van een proces dat langer duurt. Breng je op die manier heel mooi in beeld um, met de timelapse. Dus er dus zijn dingen gewoon met de camera-app die super leuk zijn om te gaan gebruiken in de kleuterklas, um, eigenlijk in alle lagere klassen ook. Um, en die we dikwijls een klein beetje vergeten, omdat ja, op zich heel erg simpel is. Maar heel leuk om te gebruiken. Heb je ook geen wifi voor nodig? Want ik weet in veel scholen dat dat zelfs met de audits die nu gebeurd zijn, dat dat wel nog een keer een probleem durft te zijn. Als je een App of zoiets hebt openstaan waarvoor dat je wel wifi nodig hebt en eventjes valt die weg, zijn dit dingen dat je perfect kunt naartoe teruggrijpen als tussendoortje of zo. Ja, dan hebben we onze fotobibliotheek. Eigenlijk ga je naadloos dikwijls over van de camera-app naar de fotobibliotheek. Ik noem het altijd het regenboogbloemetje, omdat dat het icoontje ervan is. Um, Kleuters snappen dat. En kunnen dat eigenlijk ook wel altijd goed gaan gebruiken. En het leuke daaraan is, is dat je je foto's kunt wijzigen. En dat je op die manier eigenlijk een hele tekening kunt toevoegen aan je foto's. Dat is nog een beetje in een vorig thema. Het is, nog niet lang, het is nog niet zo heel lang geleden, dus het kan nog. Gewoon door op de drie puntjes te drukken, ga je gaan wijzigen. Doe je een heel tekenmenu open. En kan je eigenlijk kleuters op die manier op een foto laten tekenen. Dat heeft een leuke resultaat en is een keer iets anders. Ik wil daarmee zeker niet zeggen dat je papier moet gaan afschaffen, dat je alle kleurwerkjes uh, nu op de iPad moet gaan doen. Ik vind papier heeft zeker nog altijd een hele grote waarde in de klas, maar het is een keer een afwisseling. Dus hop, en op die manier heb je heel snel een Sinterklaas en een zwart pietje getekend, uh, of een Roetpiet, als we het helemaal correct willen zijn. Um, en dat gaat allemaal gewoon met de foto-app. Dus uh, ja. Hele handige dingen die eigenlijk standaard nog steeds op je iPad staan, waarvoor dat je opnieuw geen wifi nodig hebt. Apple heeft ook een paar uh, leuke ideetjes uh, opgelezen um, bij creatieve activiteiten voor kinderen. Dat kan je vinden als je, um, ik ga daar eventjes naartoe gaan via Safari. Als je bovenaan Apple Teacher intikt, Dan ga je naar het Apple Teacher Learning Center. En daar vind je hele leuke creatieve activiteiten voor kinderen. Ik ga het nu eventjes niet zoeken. Kree oh. Kijk, je ziet het hier al. 30 creatieve activiteiten voor kinderen. Um, ze zijn niet allemaal voor het kleuter, maar je kan er zeker ook een paar gaan selecteren. Zoals de golfbal, die staat daartussen, is ook gewoon met die tekenfunctie gemaakt in de foto-app. Um, ja, en er zitten er nog wel een paar bij, die je zeker in de kleuterklas kan gaan gebruiken. Dit is een heel leuk platform om af en toe keer een kijkje op te nemen uh, naar creativiteit toe. Of als je wil weten hoe een bepaalde Apple-app werkt, dan kun je op het Apple Teacher-platform altijd terecht. Um, je kan inloggen, maar um, je kan. Um, en dan ga je nog een beetje een breder hamma krijgen. Ga je ook toegang hebben om badges te verdienen of zo. Um, dat is niet altijd nodig, want als je gewoon niet inlogt en gewoon naar de site gaat, dan kom je eigenlijk wel op al die leuke creatieve activiteiten. En heb je ook al een hele rijke bron aan informatie. Zo'n appleteacher.apple.com of Appleteacher intukken in de zoekbalk. Hij komt er zeker op uit. En dat is waar dat deze activiteit uitkomt. Ja, dus de golfbal. Het is iets persoonlijke. Dat was de opdracht. Ja. Ik denk dat iedereen ook ziet. Dit is niet getekend door een kleuter, maar kan wel perfect gebruikt worden. Um, als je bijvoorbeeld over groenten leert of zo. Je neemt de foto van de groente. Hij zegt, geef dat mijn gezicht. Het resultaat gaat misschien niet zo knap zijn, maar je gaat zeker ook een leuk resultaat krijgen bij kleuters. Er bestaat ook een app rond Stop Motion. is ook van Apple zelf. Um, het voordeel daaraan is, is dat hij heel makkelijk is in gebruik. Um, en dit is gemaakt door kleuters in de bouwhoek. Want de bouwhoek is denk ik wel zo'n hoek waarin de mensen niet direct weten waarin dat media of ICT uh, kan toegepast worden. Dit kan een hele leuke zijn. Uh, Even stikken en tonen wat ze gemaakt hebben. Ja, een heel kort filmpje, heel simpel. Want er zitten daar natuurlijk wel een paar basisprincipes aan uh, verbonden. Namelijk, je moet je stopmotion aansteken, dus een app openen. Voor kleuters is ook, al, um, ja, is ook al een leerproces eigenlijk. En um, dan moeten ze er ook voor zorgen dat een tablet heel erg stil staat. Dat is een hele moeilijke bij kleuters. Want die nemen dat graag een keer vast tussenin. Dus dat is wel iets dat ze echt moeten leren. En uh, bij Stop Motion um, geef ik ook altijd de opdracht... Zorg ervoor dat je zelf niet in beeld komt. Ook niet je hand of, of een ander stukje. Zorg dat er niemand voorbij loopt. Dat mislukt heel dikwijls, maar... Op zich ik kan er niet zo heel veel kwaad. Maar zelfs mislukken, aan mislukken zit er een leerproces verbonden. En um, ja, uiteindelijk kom je wel zo'n filmpje dan tegen. En dat is heel leuk om te zien. En blijf erbij, ook een hele handige app. Heb je weer geen wifi voor nodig, moet je wel nog installeren. staat niet standaard op de iPad, ook al is het wel een app die van Apple is. Um, maar... Heel leuk ook om te gaan gebruiken in de klas. En ik zeg nu de bouwhoek, maar het kan perfect ook in de poppenhoek. Of uh, ja, als ze iets willen, als ze iets getekend hebben en ze knippen dat uit en ze willen met die mannetjes een filmpje maken, kan ook perfect met de stopmotion app natuurlijk. Hele leuke. En dan, dat is, mijn, dat is nog altijd mijn ultieme favoriet. Uh, heel dikwijls wordt hij er op scholen afgegooid, um, omdat hij veel plaats in beslag neemt. En omdat het een presentatie-app is en um, veel mensen denken, ja, die moeten toch nog geen presentaties kunnen maken of zo. Maar Keynote, want dat is de naam van die app, is een hele leuke, handige app waarmee je heel creatief aan de slag mee kunt gaan. Ik gebruik die heel dikwijls in de kleuterklas, um, omdat die gewoon heel leuk is. Dit is iets, dit heb ik zelf gemaakt, maar dat, was, dat hebben we wel ook al gedaan met de kleuters. is kastelen bouwen. Je hebt dat misschien gezien. Ik ga eventjes daar naartoe. Um, want deze hier is wel door kleuters gemaakt. Dat ging ook over kastelen. Kan je perfect met de vormen in Keynote? Ik ga hier eventjes tikken um, en tonen hoe dat kan. Ik ga er een korte demo van geven. Um, als je hier op het plusje klikt, heb je twee verschillende soorten menus. Um, het media menu is zeker ook heel leuk om te gaan gebruiken. Maar wat ik meestal gebruik bij kleuters is hier het vormenmenu. Want je krijgt eigenlijk een heel breed gamma aan vormen. En um, als je, je kan nog opzij scrollen en daar kan je ook van alles en nog wat tussen vinden. En kleuters vinden dit heel makkelijk. Um, ik ben daar ietsje luier in. Ik ga hier heel dikwijls de loop gaan gebruiken om um, te gaan zoeken naar de juiste vorm. Maar kleuters vinden dat echt niet erg om te gaan scrollen. En het zou kunnen dat je bij je kasteel nog een heel ander tafereel hebt. Ja, je zag het daarnet ook: je dus stelt ook een dobbelsteen op en weet ik veel wat, een diamant. Dus um, het verhaal gaat altijd een beetje andere bochten uit met kleuters. Maar op zich kan dat natuurlijk geen kwaad. Dat is de creativiteit. En ja, dat vind ik niet dat we dat moeten beknotten, natuurlijk. Dit is een activiteitje dat we gemaakt hebben um, rond bouwen. Het was het thema bouwen in de klas. Um, en deze hebben we gemaakt, het werkt een beetje als een tangram eigenlijk. Um, deze is in verschillende kleuren gestoken en het is eigenlijk gewoon de bedoeling dat kleuters um, daarop gaan werken. En dat ze eigenlijk dezelfde vormen gaan terugzoeken in de, vormen, in de vormfunctie. En dat ze gewoon hetzelfde, ja, hetzelfde gebouw proberen na te tekenen. Op die manier hebben we eigenlijk een heel werkboekje gemaakt in Keynote. Um, kinderen vonden dat heel leuk. Ze zijn bezig met vormen. Uh, de kleuren kunnen ze ook aanpassen. Dus eventueel, ja, rond kleur kan je daar ook een activiteitje in doen. En dan maakt het een hele rijke activiteit. Die je ook kunt gaan differentiëren, want dat was dan de volgende stap. Dus met andere woorden, we hebben die met allemaal kleuren gebruikt. We hebben die ook helemaal zwart gemaakt. En dan mochten de kleuters eigenlijk zelf dat gaan invullen, of dat ze daarvoor een vierkant gebruikten, uh, of dat ze daarvoor twee vierkanten gebruikten, of dat ze een vierkant dan uitrokken tot een rechthoek. Um, dat mochten ze helemaal zelf kiezen. En dat is dus een beetje ja, gedifferentieerder dan deze hier. Deze is ietsje makkelijker om door te hebben welke vormen er worden gebruikt. Deze is een stapje hoger. Dan een functie die ik zowel gebruik in het kleuteronderwijs, als ook voor de oudere leerlingen, dat is een bingo. Um, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in hoe je een bingo maakt, is het misschien wel handig dat je eventjes een screenshot neemt. Want de QR-code hier heeft een korte demo van hoe je dat precies kan doen. Um, het is een filmpje dat ik erop gezet heb. Om ja, eigenlijk gewoon te gaan tonen hoe je dat maakt. En hoe dat je daarmee aan de slag kan. Want deze bingo is natuurlijk voor heel veel dingen inzetbaar. Hoe gaat die? Is werk? Heel simpel. Um, dit zijn al twee foto's die toegevoegd zijn om, van een andere demo dat ik aan het geven was. Um, maar eigenlijk heel handig. Kleuters moeten op het plusje klikken. En dan drukken ze op maak foto. Dat is een klein beetje jammer, want in de vorige versies van Keynote stond er een fototoestel naast. Dus dat was ietsje duidelijker visueel. Maar um, ja, als je aan kleuters zegt druk gewoon op de tweede knop of de middelste knop. Ja, dan gaat dat ook wel lukken. Dan hebben ze dat ook snel door. En kies foto... Op zich kunnen ze daar heel weinig mee verkeerd doen, zo komen ze in een fotobibliotheek. En met de terugkeerknop is een foutje ook heel snel uitgewist Maar hij werd dus heel simpel. Ze moeten op het plusje klikken, dan gaan ze naar Maak foto, dan nemen ze hop, een foto, drukken ze rechts van onder en die foto staat er gewoon automatisch ingeplaatst. En hier was het dus de bedoeling dat ze. Met verschillende vormen aan de slag gingen. Dus um, hier moesten ze iets zoeken dat de cirkelvormig was, een vierkant, ja, en ga zo maar door. Die kan je natuurlijk perfect ook met kleuren gaan doen. Dit is eentje die ik gemaakt heb voor een derde kleuter, of een tweede kleuter heeft er ook al mee gewerkt. Um, rond de verschillende kleuren. Dus eigenlijk gewoon ook weer heel simpel. Hier staat er een rood kader rond. Ze dus moeten een rood voorwerp gaan zoeken en dan moeten ze gaan fotograferen. Voor de jongste kleuters maak ik het liever ietsje makkelijker, um, want met heel veel verschillende kleuren gaan werken, dat maakt het wel moeilijker voor hen, heb ik gemerkt. En dan doen we dat gewoon zo. Zij werkten op dat moment rond de kleur blauw en mochten gewoon alleen blauwe dingen gaan fotograferen. Hier ook opnieuw, lopen er daar dingen mis? Ja, natuurlijk, maar ik vind, hoe meer dat er misloopt, hoe meer stof tot gesprek dat je ook hebt. Als er een kind ja, volledig het verkeerde kleur gefotografeerd heeft, ja, dat is op zich eigenlijk helemaal niet zo erg, want dan kan je er achteraf over gaan praten. En dat maakt het ook weer een hele rijke activiteit. Goed, ik keer misschien eventjes terug naar jullie. Zijn daar vragen over? Voorlopig? Nee. Moet ik nog eventjes de QR-code tonen? Of heeft iedereen die, kunnen, uh, iedereen die het nodig heeft? Misschien dat sommige mensen al met Kino het werk hebben. En wel een beetje weten hoe het werkt. Nee? Oké. Okay. Dan ga ik terug mijn delen. Goed. Um, ja. Natuurlijk, Apple-apps vind ik heel handig. Die zitten ook standaard op je toestel. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere apps die heel handig zijn in gebruik. Um, ik heb hier een paar voorbeeldjes. Dit is een, uh, hier helemaal bovenaan, ik ga eventjes dat je mijn muis nog kan zien. Um, hier links van boven heb je een codeer-app. Die heb ik de vorige keer ook al een stukje aan het lager getoond, want dat is het leuke eraan. Um, het is een codeer-app waarin je opdrachtjes hebt, waarin je ook gemakkelijkere spelletjes krijgt. Um, daardoor, dat zorgt er eigenlijk voor dat Codespark voor heel veel verschillende leeftijden handig is. Daar straks nog meer uitleg over geven. Um, deze hier is, ja, is eigenlijk een linkje naar CISO. Dat is een portfolio-app. Uh, ik weet niet of er mensen zijn die daar naar op zoek zijn. Maar sowieso vind ik CISO heel gemakkelijk ook om QR-codes te maken. En QR-codes in de kleuterklas vind ik een ongelooflijk grote meerwaarde. Um, gebruik ik ook voor heel veel verschillende dingen. En met CISO kun je die op een super simpele, handige manier gaan, gaan maken. Dan een iets makkelijker app is, um, de, zijn de apps van Bimiboo. Dat, um, dat, dat is een heel pakket aan apps. Die zijn um, deels gratis, maar het grootste deel is betalend. Maar uh, ik ga daar straks nog een paar dingetjes uit tonen. Er zijn er zodanig veel van Bimiboo dat je zeker met de gratis versies dat je daar ook al mee aan de slag kunt. En dat je ook al wel kunt zeggen van oké, okay, we, we maken daar iets mee, of, of, of we, we bieden dat aan in de klas. en. Um, Kleuters kunnen met de gratis versie ook al heel veel doen. En dan heb ik er ook nog eentje bij gestoken, um, waarin dat Augmented Reality aanbod komt. En dat heet Quiver. En dat is een app die is ook deels betalend, uh, deels gratis, die met kleurplaten ga, gaat werken. Je hebt hem misschien daar straks al gezien, toen ik mijn demonstratie aan het geven was, van de bingo in Keynote. Um, ligt er hier een, een Quiver kleurplaat. Um, en die kun je dan gaan inscannen en die komen tot leven. Dat ga ik straks nog allemaal tonen. Nu ga ik eventjes beginnen met CodeSpark. We beginnen met een kort filmpje daarover. Oei, ik had niet genoeg geduld. Even opnieuw beginnen. Je ziet al meteen drie functies. Je kunt creëren, ontdekken en uh, puzzels. Dit is de functie puzzels. En het handige eraan is, is vanaf 1 tweede kleuterklas. Kunnen ze daar zeker mee aan de slag? Um, het is een niet-talige app, wat voor anderstalige of zwaktalige kinderen ook wel eens leuk kan zijn. Um, en de stapjes worden eigenlijk op een hele simpele manier aangebracht. En het gaat telkens een niveautje hoger. Want het verschil dat je nu ziet, daarnet zag je level 1 en nu gaan we naar level 9. En dan zie je dat er daar al een heel groot verschil is. Dat verschil gaat geleidelijk aan, maar het is wel, ja, voor veel kinderen is het wel zo heel uitdagend om telkens een stapje verder te gaan. En ze leren er ook wel heel veel dingen bij. Het werd ook met hele leuke mannetjes. Het mannetje die je achter de lantaarn ziet zitten, heet Glitch. Hij zorgt er eigenlijk voor dat alles in het honderd loopt. En de andere mannetjes moeten dat gaan oplossen. Je hebt ook de ontdekfunctie erin. Die er eigenlijk voor gaat zorgen dat ze op een hele speelse wijze aan de slag gaan met coderen. Want zelfs hier, dat is altijd is, is de favoriet altijd van kinderen. Zelfs hier komen er codeerfuncties aan bod. Uh, waaronder lussen. Je hebt eerst altijd de reeks die je moet gaan doen. Um dus je hebt reeksen, dat is, de eerste, dat is het eerste principe van coderen. En dat wil eigenlijk zeggen, verschillende stapjes. Daar zijn we dag dagelijks mee bezig. Jas aandoen is bijvoorbeeld, ja, je jas op de grond leggen, je jas over je hoofd trekken, rits dichtmaken. Dat is eigenlijk ook coderen. Dit is al een volgende stap. Hier gaan ze al werken met lussen. Dat zijn dingen die heel vaak opnieuw moeten gebeuren. Gaan we opnieuw gaan integreren door de lus te gaan gebruiken. En op die manier hoef je het maar één keer te coderen. En het zijn al hele, ja, eigenlijk hele... Complexere principes die ze op een hele handige manier hebben uitgelegd. Kinderen vinden dit spel heel leuk omdat macaca is. Dat is altijd tof voor kleuters. Dan heb je ook dit spelletje. Het ziet er allemaal heel simpel uit, maar het is toch heel uitdagend ook voor kleuters. Want hier bijvoorbeeld moet je de katjes allemaal op de juiste toren zetten. En dat lijkt heel simpel, maar als je dan naar level 6 gaat, dan zie je al dat je hier heel hard moet nadenken welke dat je eerst moet gaan plaatsen en welke dan. Kleuters moeten daar echt over nadenken, want als het misloopt, dan valt je toren om en dan, kan je, ja, dan moet je opnieuw beginnen. Dus dit is echt al qua vooruitdenken en ja, pro probleemoplossend denken en wiskundige initiatie, is dat wel al uh, ja, een stapje verder dat we daar gaan. En dan gewoon ja, sorteren. Dat zit er ook in. Ja, dat doe je natuurlijk gewoon uh, met concreet materiaal. Ook heel dikwijls in de klas, maar um, via deze app kan het ook. Het wordt ook telkens een beetje moeilijker. Dat is met al de functies en alle spelletjes uit um, CodeSpark. Wat is er heel erg leuk aan? Um, is dat um, het gratis is voor het onderwijs. Ik ga jullie eventjes meenemen naar de juiste site. CodeSpark.com Is dat het gratis is voor het onderwijs. Je ziet er al meteen staan. 7-day uh, free trial. Ja, dus dan... De meeste mensen horen dan al de alarmbelletjes rinkelen, maar het maakt niet uit. Maar voor het onderwijs is het wel gratis, want dan moet je gewoon naar educators gaan. En dan ga je naar teacher dashboard, kan je een login aanmaken. En wat heel leuk is eraan ook: is dat je verschillende klassen kunt aanmaken. Want dit is natuurlijk iets dat je gaat doen in. Um, in deelgroepen normaal gezien. En er gebeurt iets en je weet dus niet meer wat de rest van je klas gedaan heeft. Want er heeft iemand een ongelukje gehad. Of je moest iemand mee naar het toilet. Dat zijn dingen die dagelijks gebeuren. En dan kan je nog steeds bij classrooms gaan kijken wat je leerlingen gepresteerd hebben. Met de schijfjes die opvullen. En op die manier kan je weten hoe ver dat ze geraakt zijn. Wat ook handig is, is, want het spelletje dat ik daarnet toonde met de huisdieren... Um, is eentje dat ze wel altijd de weg naartoe vinden... als ze niet meer zoveel zin hebben om iets anders te doen. Je kan perfect ook bepaalde fragmenten gaan, gaan afsluiten. Dat kan ook. En um, je hebt hier ook telkens een paar lesjes... dat je nog kunt gebruiken. Um, die zijn natuurlijk wel in het Engels... want het is een Engelse app. Of een Amerikaanse, denk ik zelf. Um, dus als je een klein beetje kan vertalen, kan je die wel gaan gebruiken. Wat er het handigste is van allemaal... zeker als je ja leerlingen hebt die daar al heel vaardig in beginnen te worden, is dat je naar resources kan gaan en dat je hier ook een oplossingsgids hebt. Dat is niet uh, ja, soms is dat wel een keer nodig. Want um hoe verder dat je erin geraakt in het spel, hoe verder dan die kinderen erin geraken, um, hoe meer verschillende niveaus dat je kan hebben. En als je nog met verschillende andere dingen bezig bent, zoals dat meestal wel is in de kleuterklas, is het wel handig dat je, die, dat je dit speakbriefje er eventjes kan bijhalen. Je hebt hier ook downloadable images, dus zoals je Glitch nog in klas wil gaan gebruiken voor bepaalde dingen, um, als je dat daarin wil gaan integreren. Dan kan dat ook allemaal... Um, en ik zeg, alles wat ik nu toon, is gratis. Het enige wat betalend is, is professional, professional development gedeelte. Als je dat openklikt, um, dan kan je ja, nog een hele cursus volgen erover. Ik moet zeggen, als je zelf probeert van al de levels um, te overlopen, dan raak je ook al redelijk ver. En hier staat er dat, um, voor de dat meestal... 250 dollar kost, en nu voor 119 dollar, maar dat staat er al drie jaar op, dus je moet ook niet altijd alles geloven wat ze zeggen. Um, ik heb deze gevolgd, ik vond het wel leuk, maar als je gewoon de levels overloopt um, als leerkracht zelf, dan kom je ook al wel een eindje ver. Goed, eventjes terug naar mijn presentatie. Ja, en dan was ik bij de QR-codes. Um, ja. Nog steeds, als je die QR-code hier bovenaan scant, zie je een filmpje over hoe ze precies gemaakt worden. En QR-codes ga ik heel dikwijls gaan gebruiken om een digitale boekenhoek in te richten in mijn klas. Maar ook liedjes en eigen materiaal stik ik daaronder. En daarom is deze manier wel heel handig, want ik doe dat via CISO. CISO is een portfolio-app. Maar ja, zoals ik daarnet al zei, kan heel handig gebruikt worden ook om QR-codes te gaan maken. Ik ga jullie straks nog eventjes meenemen naar CISO, um, om dat eens te tonen. En verder, um, met je iPad, QR-codes scannen is eigenlijk heel makkelijk. Want je moet gewoon de camera-app open doen en uh, je houdt je camera gewoon voor de QR-code. Je hoeft nergens op te drukken op dat moment en er gaat een pop-up komen en als je die aantikt, dan kom je op de juiste pagina terecht. Um, dus dat is heel handig ook in gebruik. Nou, dan ga ik jullie nog eventjes meenemen naar CISA. Ja, dat is te hoog. Hier heb ik eventjes dingen gebruikt um, voor QR-codes te maken. Maar wat is er gewoon heel handig? E een portfolio-app. Je kunt er al je leerlingen in stoppen. Door hier gewoon de Engelse sleutel op te klikken. Um, en dan voeg je studenten toe. En op die manier ja, kan je al je kinderen toevoegen. Um, je kan het icoontje hier ook veranderen um, naar hun klassymbool. Dus dat kan ook perfect. En het is heel handig om kleuters foto's te laten nemen. Die kunnen ze dan onder een eigen symbooltje steken. En op die manier, um, als je met concreet materiaal werkt of zo, of ze hebben een mooie puzzel gemaakt. Eh, en um, ja, die puzzel moet je uiteindelijk wel terug opruimen. En kinderen vinden dat altijd een beetje moeilijk, zeker die slechte puzzelaars. Um, Gaan dat heel lastig vinden om te doen. Op die manier hebben ze wel zo een resultaat. Ze kunnen dat onder hun eigen mapje steken. Geeft veel meer voldoening dan een puzzel te maken om hem dan weer te moeten afbreken. Sowieso, ze hebben de foto genomen, ze moeten hem ook afbreken. Maar het geeft toch bij kleuters wel een heel ander gevoel. Ook op die manier, om dan terug te blikken op wat ze die dag gedaan hebben, is ook heel makkelijk, want um, je kan met de Seesaw app werken. En dan kan je hem ook via de webversie aansteken op een digibord eventueel. Of via je iPad streamen op een uh, Apple TV kan ook perfect. E, uh, <tie> zo gaat het heel makkelijk. Je kunt er ook kleine activiteiten aan toevoegen. Uh, ja, dit was eentje rond Pasen. Uh, je hebt ook eentje rond de sneeuwman. Hier is het een soort sudoku dat ze moeten invullen. Um, en dit zijn ook hele leuke activiteiten die je kunt gaan integreren in de kleuterklas. Um, deze versie is Betalend. Um, maar er is ook een heel ruim platform die gratis is. Eigenlijk al de dingen die ik nu getoond heb, hoef je niet de betalende versie voor te hebben. Um, foto's toevoegen, filmpjes toevoegen, dat kan allemaal met de gratis versie. Wat je niet hebt met de gratis versie is je opvolging door de jaren. Want um, met CISO kan je wel bij de betalende versie kan je leerlingen in het jaar daarna stoppen. En dan loopt heel hun portfolio mee. Um, en bij Activities zie je hier. Wacht um... hoor, ik ga me kijken dat... Als ik hier Add Response doe. Ja, dan zie je dat hier maar één pagina is. Dus in de niet betalende versie kan dat. Um, in de betalende versie kan je ook nog um, verschillende werkblaadjes onder één activiteit plaatsen. Dus dat is een beetje het verschil. Um, ik raad wel altijd aan mensen die hierin geïnteresseerd zijn in CISO, wat ik. Trouwens, ja, een hele positieve app vindt. Um, van eerst toch eventjes uh, dingen, van, van toch eerst eventjes te gaan uitproberen uh, met de niet-betalende versie, voordat je overstapt op de betalende versie. En om QR-codes te maken, ik heb het daarnet, ik heb, het staat ook nog een keer in het filmpje, um, werkt eigenlijk heel makkelijk met de puntjes. Get post qr code, hop dus gewoon, je neemt de foto, en je drukt op de drie puntjes, get post qr code, en zo simpel is het eigenlijk. Goed, dan voor de allerkleinste heb je ook um, de App Absolute Bimibo. Uh, allerkleinste en ja, zo begin met de tweede kleuter. En dan de, ja, ze vinden het nog altijd leuk in de derde kleuter, maar een echte grote meerwaarde is het dan niet meer. Um, deze zijn heel erg leuk, ze zijn heel visueel, ze zijn heel erg plezant. Uh, het is wel telkens hetzelfde muziekje, dus ik zou voorstellen dat je ofwel je geluid uitzet of dat je um, ja, hun een koptelefoontje geeft. Uh, deze app is ook weer niet talen, gaat vooral rond wiskundige ontwikkeling. Ik ga straks nog een andere app tonen, um, die dan een beetje ja, allesomvattender is, ook voor alle leeftijden. Er zit een kleurfunctie op. Natuurlijk niet altijd de bedoeling dat we die gaan gebruiken, maar kinderen vinden het wel heel plezant. Het is ook heel makkelijk die, want ik kan, je kan niet buiten de lijntjes kleuren. Dus voor kinderen niet heel erg lastig vindt, soms is het ook wel een keer leuk. Goed, bij deze komt veel meer wiskundige initiatie aan bod, want deze gaat rond vormen. Hij ziet hier ook al meteen ja, dat er vijf fragmentjes zijn die. Niet betalend zijn, de rest is wel betalend. Maar wel zeggen, je moet er niet mee inzetten als kinderen op de Bimibo app gaan beginnen spelen. Ze kunnen eigenlijk de betalende niet opendoen, want dan moeten ze een rekensom oplossen die kleuters onmogelijk kunnen juist hebben. Dus sowieso zit je daar wel safe. hier ook gaat over vormen. Uh, je kan er ook taalschatten aan koppelen als je het in een geleidegroep doet. Um, door nog een keer de, ja, de groenten te gaan benoemen. En dan heb je daar ook associatiespelletjes, die heel leuk zijn. Um, het eigenlijk met kleren die ze moeten aantrekken. Bij een personage. Uh, deze is heel makkelijk, maar het gaat dan straks nog een beetje verder. Want als het monstertje zijn kleren aan heeft, dan gaat hij naar de kermis. En dan moet hij daar het juiste gaan nabouwen. Dan is dat bij het ijsjeskraam. Kijk, hier staat hij bij het ijsjeskraam. Um, je, hoeft, je moet daar natuurlijk ook weer van alles zetten. eén op de juiste plaats. Je ziet dat aan de schaduwen. En dan uh, begint het eigenlijk. En dan gaat er ijsjes gevraagd worden. En moet hij de juiste dingen daarvoor gaan gebruiken. Want je kan kiezen bijvoorbeeld tussen een hoorntje en een stokje. Of een bolletje. Um, en dan moet juist de juiste kleur zijn. En dan moet er ook nog iets op. Hier zie je al, je moet het stokje gaan gebruiken. Je moet. Um, ja, blauw-groen, appelblauw-zeegroen gaan we het noemen, en dan de snoepjes erop en eigenlijk op die manier leren kinderen die associaties maken en leren ze eigenlijk de juiste dingen uitkiezen om het na te bouwen dus voor de jongste kleuters is dit ook zeker een hele leuke um, als je wel betalend wil, ze kosten tussen de 3 en de 6 euro als ik me niet vergis um, dus ja, dat is een overweging die je moet maken maar ik zeg, zeker met de gratis versie kun je ook al heel veel dingen gaan doen Goed, dan ga ik nog eventjes verder naar de Quiver-app. Dit is eentje rond augmented reality. Um, moet je kleurplaten gaan downloaden? Uh, Sommige zijn betalend, andere zijn gratis. Um, het is de bedoeling dat je dat uitprint, dat de kinderen de kleurplaatsen gaan kleuren. En dan um, ga je die scannen zoals dat je hier van onder bij de dodo, denk ik, dat is. Um, ziet. Ik heb hier eentje gemaakt voor jullie rond het thema. Deze is gratis trouwens. moet die gaan scannen. Up, je ziet al de sneeuw. Voilà. En mijn kerstboom komt tevoorschijn. Um, er staat Kerstman bij. Ook altijd leuk. En dan zie je dat. Um, ja, ik kan er mijn vinger niet voor doen, goed Elke, dat is heel slim. Eh, dat mijn zuurstok en mijn kerstballen exact dezelfde kleur hebben als dat ik ze ingekleurd heb. Je kan er een foto van nemen, je kan er, als je op de drie puntjes kunnen kinderen eigenlijk een filmpje maken... Van wat ze net gedaan hebben, of ze kunnen ook een foto gaan maken. Bij mij gaat dat waarschijnlijk niet lukken, de foto wel, het filmpje niet, omdat ik al aan het streamen ben. En op die manier kunnen kinderen op een hele andere manier met hun kunstwerken in contact komen, wat ook altijd leuk is. Oké, okay, ik heb wel een vraag over. Ja, ik ga eventjes terugkeren dan. Ja, Hoe zit het als kinderen buiten de lijntjes kleuren of verschillende kleuren over elkaar doen? Want dat kan wel eens voorkomen in de kleuterglas. Ja, dat wordt allemaal overgenomen. Ah, dat is goed. Ja, dus ja, als je niet mooi kleuren of er staat maar één lijn op, dan gaat. Eh, bijvoorbeeld, ja, ik had misschien eindelijk een keer een slechte in kleuren, dat je het ook kon zien. Maar eh, wat gebeurt er? Stel je nu voor dat je een kind hebt die absoluut niet graag kleurt. Um, ja. Dat is vervelend natuurlijk. Maar die gaan nog steeds heel hun kunstwerk live kunnen zien. Maar dan gaat er bijvoorbeeld maar één lijn op staan en gaat de rest wit zijn. De tekening: je kan hem trouwens ook als die blanco is, kan je hem ook scannen. Nee? Maar dan is gewoon alles nog steeds wit. Maar je wilt de ballen nog steeds zien hangen in de boom. Maar het gaan allemaal witte ballen en witte zuurstokken zijn enzovoort. Je hebt nog heel veel verschillen hoor. want um, Dit was nu eentje rond kerst. Je hebt ook eentje die voor verjaardag kan. Um, ja, eigenlijk: het is een heel breed gamma ook qua dieren en zo, maar dan ga je meestal al een beetje de betalende toer op. Quiver, dat eh, van Quiver, heb je trouwens ook een tijdje gehad, ik weet niet of ze die nu nog hebben, want dat was gratis bij Stabilo, en dan zat er daar ook een kleurboekje bij, en op die manier um, kon je ook tekeningen gaan maken. En kon je... En die kwamen dan ook tot leven. Ik weet dat er een cheerleader bij zat, en een voetballer, een verjaardagstaart. Dit zijn wel hele leuke. Bij Quiver zit er trouwens ook een verjaardagstaart. Dus het is wel leuk als je dat ook eventjes gebruikt als momentje. Um, ja, vooral ja, als iemand jarig is, dat je dat daar dan eventjes in gaat gebruiken als speciaal momentje. Ik weet, verjaardagen, dat vraagt altijd om heel veel rituelen. En eigenlijk op die manier kan dat perfect. Terwijl dat we het over verjaardagen hebben, wij hebben we ook een keer op die manier um, met de foto-app, zoals dat je hier. ja, wacht, ik ben niet meer aan het delen. Zoals dat je daarnet zag, um, dat we die Zwarte Piet en die Sinterklaas getekend hebben. Op die manier hebben we ook een keer een verjaardagskalender gemaakt. Dat was ook een hele leuke. Terwijl dat mijn scherm niet meer gedeeld is, zijn er nog vragen? Nee, dan ik nog eentje delen met jullie? Maar ik heb gezien dat het een probleempje kan geven omdat eh, daarnet was het niet open. Maar ik ga gewoon eventjes eh, een er ervan geven. Dus de Schola app, ja, ziet. Nee. Ik heb een probleempje met mijn login. Even kijken, want ik weet dat ik... Dat ik hem hier ook nog heb staan en dat ik als gast kan spelen ook. Ja, is de Skoola-app. Um, is een hele leuke. Is ook opnieuw gratis voor het onderwijs. Ja, ik zie er van alles en nog wat staan. Ik ga eventjes die... Nee. Die werken dus eventjes niet meer. Up. Ja, ik ga hem op een andere manier tonen dan. Is een hele leuke. Is gratis voor het onderwijs. Um, skoola is een Nederlandse site wel. En hij zorgt er eigenlijk voor dat je ja, van alle soorten spelletjes kan spelen in heel veel verschillende thema's. Um, en alles wordt steeds voorgelezen. Dat is ook een hele leuke om te gaan gebruiken. Het enige nadeel dat je eraan hebt, is dat je moet werken met um, een brinnummer als je gaat gaan inloggen. Um, want als je inschrijft als leerkracht, dan, hoef je, dan moet je een, hele, een heel formulier invullen. En in België werken wij niet met brinnummers, dus dan moet je gewoon eventjes mailen naar de mensen van de scola. En werk je eigenlijk op die manier met een, uh, ja, een app die heel veel verschillende fragmenten heeft rond Wero, rond taal, rond wiskunde. Um, ook bij wiskunde, als je met getalbeelden werkt, dan... Um, staat er altijd een megafoontje onder, want alles wordt steeds voorgelezen. Wat het ook weer heel handig maakt in gebruik. Alles wordt voorgelezen en op die manier um, ja, kunnen kinderen die het nog heel moeilijk hebben met getalbeelden of zo, uh, kunnen dan eigenlijk ja, nog een keer de getalbeelden horen om de oefening te maken. En op die manier um, ja, is het veel handiger om te gaan gebruiken. Ik ga even kijken of ik daar een filmpje van heb, maar ik ga er eerst voor terugkomen naar jullie. Want ik ben voorlopig een klein beetje uitgepraat, tenzij dat ik hier nog mijn demofilmpje terugvind. Waren er nog vragen of over andere dingen, of iets dat jullie nog een keer zouden willen zien op een andere manier? Oké, okay, dan ga ik nog eventjes het demofilmpje tonen. Mm. Dat is iets dat je maar één keer moet doen, natuurlijk. Hè. Zo, het ziet er dus zo uit. Um, je kan bovenaan altijd uh, je groep veranderen. Ik ga hem nu eventjes ja, op groep 1 laten staan. Um, okay. Het zijn hier rond de letters, maar ik kan misschien nog een ander eentje nemen. Ik heb al taal gekozen. Nee, ik ga naar rekenen. Die staan niet bij de demo's vandaag. Ik staat een beetje van alles op rond rijmen. Uh, dit is heel beperkt. Je he. hebt nog heel veel thema's rond uh, wero en heel de boel. Um, ja, ik kan een beetje over van alles gaan, over dieren. Er zijn ook altijd um, quizjes in thema. Ja, dan leest hij hiervoor, maar de vorige keer hebben we gezien dat er geen geluid op zat um, op de transfer naar daar. Um, dus ze zeggen hier bijvoorbeeld: waar legt de kat op? En dan moet je de mat aanduiden. Kan je daaronder nog een keer het um, icoontje aanduiden van een microfoontje, waardoor hij ook nog een keer alles gaat voorlezen, als je het niet meteen door had? Alles wordt trouwens voorgelezen. Hier ook, de hond blaft naar de slager of zo. Of, ja, of de hond bijt in zijn been en dan moet je been aanduiden. En dan kan je ook nog een keer alles horen. Het is wel een ongelooflijk Nederlandse app, dus als je zelf eventjes het demo gaat afspelen, ga je merken dat je dat heel hard hoort. Want een mevrouw die praat, ja, dat, is, dat is echt puur Hollands dat je hoort. Maar op zich heel duidelijk verstaanbaar. En um, ja, ook heel veel taal die erin geïntegreerd is. Deze wil ik nog eventjes delen met jullie. En dan keer ik terug, want ik begin stilletjes aan uitgepraat te raken. Want er waren geen vragen daarnet. Maar als er wel nog zijn, mag je ze nu zeker aan vaststellen. Ik weet niet of jullie allemaal de QR-codes um, hebben kunnen fotograferen of kunnen noteren rond de bingo en rond de QR-codes maken. Um, ja, dat is een demootje, dat kan ik er in principe ook steken, maar omdat we maar beperkt zijn in tijd, vind ik het handig om het op die manier te doen en dat je dat achteraf ook nog altijd een keer terug kan gaan bekijken. Heb er anders nog vragen? Dingen waarmee dat je denkt van oké, okay, daarmee kan ik aan de slag en dat wil ik graag, graag gaan gebruiken, maar je moet dat zeker ook een keer laten weten. En anders denk ik, als er geen vragen meer zijn, dat we dan stilletjes aan gaan afsluiten. Oké, okay. precies oh, niet.